Een fysiotherapeut van het ziekenhuis heeft tijdens een behandeling met zijn geslachtsdeel tegen een patiënt aangestaan. Justitie heeft straf geëist. Heeft u wel eens iets geks meegemaakt bij de dokter? Iets geks bij de dokter? Nee, eigenlijk niet. Nee, gelukkig niet. Echt nooit? Nee, nooit. Nee, eigenlijk niet. Ik heb een hartstikke lieve dokter. Ik heb nooit problemen. Als ik bel, ben ik gelijk aan de beurt. Zoals de assistenten ook. Ik heb nooit problemen ermee gehad. Hij heeft nooit iets anders opgemeten dan alleen je bloeddruk? Of? Nee. Toevallig niet. Dan zou ik ook niet accepteren en nooit keuren. Dus ik zou er gelijk werk van maken. Maar gelukkig heb ik een topdokter, dus ik heb geen klachten erover. Bij de dokter? Nou, ik zou dat niet zo gauw kunnen zeggen, eerlijk gezegd. Nee. Ik kan het zo niet zo gauw denken. Echt niks? Komt niet in me op. Niet dat ik weet, in ieder geval. Nee. Je hebt een brandschone dokter, die doet nooit rare dingen of zo? Nee. Die van mij niet, gelukkig. Bij de dokter. Jezus, ik kom gelukkig niet zo vaak bij de dokter. Nee. De keren dat je er komt, dat gaat allemaal goed? Ja. Doet geen rare dingen met je? Nee hoor. Nee. Ik kan er een boek over schrijven, dank u wel. Maar er zijn heel veel goede artsen en dat wil ik ook gezegd hebben. Dus dat moet u allebei uitzenden. Dank u wel. Alsjeblieft.